Ja, Theo, de Gevelbaldag, we hebben het er net al heel even over gehad, maar kan je nog één keer vertellen waarom dit zo'n unieke dag is? Nou, deze mensen die hebben, of ze nou winnen of verliezen, plezier. Nou, dat straalt ze ook uit, die mensen hebben heel veel respect voor elkaar. En, ja, het is een en al plezier wat je hier ziet en om alle mensen die hier aanwezig zijn, die stralen en ja, het is niks mooier dan dat. Ja, het is ook wel leuk dat ze krijgen allemaal de tenue aan van de clubs, hè, en ja... Sommigen zijn dan niet voor die club, maar ja, zijn het al heel snel vergeten volgens mij. Ja, precies. Ze zijn, wat ik al zeg, ze zijn hier met elkaar en je ziet elkaar omhelzen. Ajax, PSV, Feyenoord, ze omhelzen elkaar allemaal. Dus dat kan maar op één plek en dat is op deze plek. En ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Waarom wilde jij hierbij zijn? Ten eerste ben ik gevraagd, maar ja, ik doe heel veel voor G-voetbal. Maar ik doe ook heel veel voor kinderen met een beperking. En nou goed, ik vind het een eer dat ik hier aanwezig mag zijn en dat ik hiervoor gevraagd word. Ja, jij weet ook wel hoe ermee om te gaan, zeg maar. Ja, ik probeer mijn best te doen, maar ik hoef mijn best niet te doen, want als die keer als ik hun zie lachen, dan begin ik zelf ook te lachen.